Zusje aan het stofzuigen. Doe het achter! Misschien helpt dit. Het is de hele dag al shit weer, weet je? Kijk hoe grauw het lijkt. Dat is wel heel erg fel. Kijk hoe grauw het lijkt. Alleen maar bewolking. Overal water. It's f***ing wet outside. I hate it. Het is alleen maar nat buiten. Het is alleen maar nat buiten. Vanochtend in de f***ing regen. Dat moet ik niet zeggen. Foei. Stout ik. Vanochtend in de dikke vieze regen naar mijn werk gefietst. Zeiken naar aangekomen. Spullen over de kachel gehangen. Dat uitstond. Heeft niet geholpen. Terug naar huis. Tegen de wind in. In de regen. Dus ik heb 2 keer heen en weer gefietst in de regen. Mijn spullen zijn zeiken ernaat hangt beneden. Waarom heb ik de hik? Waarom? Maar in ieder geval. Zeiken ernaat. Alle spullen hangen beneden. In de badkamer. Hopelijk droogt het snel. In ieder geval mijn regenpak dat ik die morgen weer mee kan krijgen. Ik weet niet wat voor weer het morgen is. Maar ik hoop in ieder geval een stuk droger. Dat kan ik ook nog wel eens even gaan opzoeken. Ook. Blijkbaar is het morgen dus alleen maar droog. Om 11 uur regen, maar dan ben ik wel op het werk. Ik moet morgen van 7 tot 1 werken, dus dat is goed. Verder was vanochtend alweer een kneedmachine kapot. Volgens mij is die van achteren in de fik gevlogen, dat ding. Want het begon te stinken daar zo niet normaal. Het was echt gewoon niet lekker dus. Maar de monteurs zijn er nou mee bezig. Hopen dat het morgen beter is, maar dat is afwachten. Ik hoop het wel, want ik heb geen zin om morgen weer zo lang niks te doen. We hebben bijna 2 uur hebben wat anders gedaan in plaats van productie draaien. Dus we lopen vandaag dus 2 uur achter. En dat is niet leuk. Er is iemand die de boel moest afsluiten, die begon later. Die begon om 1 uur, maar die is opgebeld of om 3 uur kon beginnen. Van 3 tot 11 in plaats van 1 tot 9. In plaats van 1 tot 9, dus ja. Slecht weer. Slecht weer. Slecht begin. Dit wordt een rete slechte dag. Oh yeah. Dat sowieso. Is het nogal herrie aan het maken? Kom op zeg. Pa is ook thuis, zie ik. Hey. Wat je nu gaat zien, is het eerste deel dat ik meestal maak voor mijn vlogs beginnen. Het eerste stukje B-roll met de muziek wat je voor de intro meestal ziet. Ik wou eigenlijk een timelapse maken van een heel lang stukje, maar dat is al 10 minuten timelapse. Dat is al lang genoeg. Dat is alleen nog maar het snelle gedeelte, het in elkaar zetten, klaarzetten. Color graden, zo komt daarna nog weer. Dat doe ik meestal op het laatste. Dus ja, dat is dat. Hopelijk leer je er wat van. Geniet je ervan.
Geen idee. Gewoon. Ik heb trouwens in dit nummer en deze vlog. In deze vlog heb ik trouwens een nieuw nummer van Niklas Alström. Chic. Of chic, of hoe je dat ook wil zeggen. Met een Q op het eind. C-H-I-Q. Het is een nieuw nummer van hem. Je kan hem nog niet krijgen. Hij staat nergens op YouTube of op Soundcloud. Ik heb hem via Epidemic Sound. Die heeft alleen maar royalty free music. Daar heb ik me ook voor aangemeld. Dat kun je royalty free music. Daar hebben ze alleen maar royalty free music op staan. Kun je ervan krijgen. En daar heb ik hem op gevonden. Zodoende ben ik eraan gekomen. Linkje naar Epidemic Sound. Kom beneden in beeld. Onder de muziek. In plaats van de link naar de YouTube die ik normaal altijd heb. Of Soundcloud die ik normaal altijd gebruik voor de nummers die ik gebruik in de vlogs. Dus, maar er is geen YouTube en of Soundcloud van. Dus vandaar alleen de link naar de hoofdmenu van Epidemic Sound. Take a look around if you want to need some music. Dus ja, dan kun je op rondkijken als je zelf muziek nodig hebt. En het is een aanrader, echt waar. Er staat heel veel mooie muziek ook op. En ik ben van plan dat sowieso vaker te gaan gebruiken. Er staan veel meer op van Niklas Armstrong. Niklas Gustavo, weet ik veel hoe die heet. En dat is muziek dat ik zelf ook beide mooi vind. Een beetje, ja, het is een beetje modern. Het is een beetje, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is, I don't know. Het is een beetje chille muziek met, ja, gekke, rare melodietjes ertussen. Zo ook deze van Chic. S-H-I-K. S-H-I-Q. Chic. Ja, mooie muziek. Mooi om te gebruiken. Verder geen aanslag voor aanslag. Verder geen problemen mee met aantallen copyrights en weet ik veel van andere mensen en bedrijven zo die dat nummer maken of zo. Dus dat is mooi. Hartstikke mooi. Het is nog 8:30, dus ik vind het wel mooi geweest. En ik ga er ook mee stoppen nu. Korte vlog, kon dat het een korte dag is. Ik ga nou op bed. Ik heb de vlog alweer bijna klaar. Ik hoef alleen dit er nog achter te gooien. Outro te maken, color graden. En dan ben ik klaar. Renderen, dat kan ik zo meteen wel doen als ik ga tandenpoetsen en nog even ga drinken en of eten. Dus dat is allemaal mooi. Dus dan zou ik zeggen, jongens, geniet van je dag, middag, nacht, avond, ochtend, wanneer je dan dit kijkt. En dan zeg ik, tot morgen. Jongens, meisjes, ik zeg aloha.